Hallo allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog op het Alflinger Event. De zaterdag, zondag. We hadden vanmorgen even stress, want koning had zich helemaal ondergesmeerd met stront. Ja, dat is eigenlijk jammer dat we dat niet hadden. Dus die moesten nog in bad en de wasplaats was bezet en stress. Maar de dag is begonnen. Ja. Over een half uur moeten jullie de ring in. Yes, dus we gaan nog even losbrengen. En nog twee winstpunten. Je lijkt druk op ons. Helemaal niet. Helemaal wel. We gaan het gewoon halen vandaag. Oh. Jullie gaan het gewoon halen vandaag. Ja. Want dus. Gaat zo als die 10 jaar een set in. Ja. Hij is vandaag jarig. Ja. We gaan dadelijk taart halen. En straks thuis vieren we zijn verjaardag met een parentaart. Ja. Dus. Ga jij maar even losrijden. Ja, dat ga ik. Doei. De eerste proef is al klaar, het wordt een beetje matig. Zo meteen mag Jamie de tweede proef in. Dat kon ik. De koning is klaar, we hebben een rondje buiten uitgestapt en nu is die vrienden aan het maken. Ja, niet meer. Oh. Papietje nu. Hatsje, zeg de papie. Kom maar kijken naar de papie. Oh, bijna overhoop. Kijk, de papie. Oh, wat lief. Ja, schattig. Zo, gaan we afzadelen en dan Bokie klaarmaken. Ja. Ja. Zo is een beetje wild. Zweetnek. Lekker douchen. Zo, ik ben even Kingswing aan het stappen en Jamie is ondertussen de stal aan het uitmesten en dan zit het er eigenlijk alweer bijna op. Schattie! Pleitje. We gaan even de hoofdstanden nog terugbrengen. De stal hebben we al uitgemest. Yes. Dus daar kunnen we al bij naar huis. Bijna. Kijk deze zooi hier. Ja. Kom echt niet, anders wordt gek. Ja, ik kon het niet meer uithalen. Nou, koning moest dat weer. Het is echt weer een king fiasco hier. Een swing is jarig. Oh, wat een pret. Wanneer gaan we eigenlijk voor hem zingen? Thuis? We gaan thuis voor hem zingen, ja. En een taart voor hem maken. Ja, dat moet ook.
Nu kreeg hij nog even zijn wijde kapsel. Een wiede kapsel. We hebben al de spullen ingepakt. Ondertussen. En we gaan nu weer naar huis. Ponykamp is afgelopen. Ponykamp is voorbij. Maar Kingswing zijn verjaardag nog niet. Nee, die gaan we nog vieren. Dat zijn ze nu zelf ook al aan het doen, ja. Volgens mij. Ik weet niet of je het kan zien, maar... We zijn weer thuis. Koning is blij. Ze zijn blij. Zo, wij gaan de spullen opruimen. Ja, gezellig. Alles is weer redelijk opgeruimd. Nog even die holo beschermen, zoals dat ze straks droog zijn en die katten uit de zak. Ja, we moeten de koning nog even iets brengen voor zijn verjaardag. Ja, dat doen we straks. Straks. Ja, dan moet je nu iets gaan brengen dan. Ja, wanneer dan? Nou, we zijn maar alvast naar huis gegaan. We moeten straks nog even de paarden binnenzetten, want op stal waren ze ergens naartoe. Ja, maar dat is dit nu weer. Oh, dit is single loop. Ja, maar toch niet midden in de nacht? Midden in de nacht, het is 4 uur, schat. Ja, maar de dag is toch voorbij? Hoe moet ik hier nou door? Gewoon naar Bornem ver rijden? Dat zou ik doen. Ja, kijk. En nu? En nu? Oh, er staat ook niet eens een omleiding aan te geven. Dit geen is doorgang, marathonwedstrijd. Ja, cool. Waar waren we? We zijn alvast naar huis aan het gaan. We moeten straks nog de paarden binnenzetten. Ja, dat had je al gezegd. Dus Jacob we... dubbel. Weet je wat je gisteren deed toen ik dit bij jou deed? Nee. Je zette je de camera uit en toen ging je boos slapen. Nee, ik ging niet boos slapen. Dat wou je wel zijn. Doen. Anyway, ja? We gaan straks nog even de paarden binnenzetten. 3 keer. Ja, kom 3 keer. En dan gaan we nog even Koning zijn verjaardag vieren, denk ik. En als we dat niet meer gaan doen, dan willen we bij deze alvast de vlog afsluiten. Ja, dus dat weten we nog niet zeker. Weten we nog niet wat. En anders maken we nog een aparte. Maar misschien wil Koning volgende week zijn verjaardagsfeest doen met andere paarden. Bij ons op stal. Waar moet ik nou heen? Want ik weet niet hoe ik jou naar huis moet brengen. Ik denk, rechtsaf. Ja, maar ook de stal is al afgezet. Dus ik kan gewoon niet naar huis, wil je zeggen. Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat je maar met de airjet of zo je om moet kunnen laten halen. Een helikopter. Ja. Nou, we zien jullie misschien straks nog.